Voor de tweede keer organiseren jullie deze maaltijd. Maar nu als avondmaaltijd in plaats van een lunch. Wat is de reden daarvoor? De reden dat het naar de avond is verplaatst is omdat er 's middags in de locatie, de kerk, de Vredevorstkerk, een uitdeelpunt voor de voedselbank is. En dat kan natuurlijk niet verzet worden. En het is op een vrijdag. En dat is dus ja, 5 mei op een vrijdag. En dat. Dus hebben we het gepland voor een avondmaaltijd. Wat is de reden waarom jullie dit doen? De reden waarom we dit doen is omdat er eigenlijk heel weinig georganiseerd is voor juist wat ouderen. Er zijn muziekfestivals op 5 mei, voor jongelui. Maar voor de ouderen is er niet zoveel. En de organisatie 4-5 mei en de PKN en Humanitas hebben daarom de handen ineen geslagen. Kok, wat komt er op tafel vanavond? De exclusieve, bijzondere vrijheidssoep. Speciaal recept van de bekende televisiekok London Loy. En wat zit er in de soep? Het is een soep, een maissoep met kokos en zoete aardappel. Het recept is van die kok van wie ik de naam net noemde. En die in heel Nederland, voor heel Nederland, voor al die vrijheidsmaaltijden zo bereid is. Die wordt in blikken aangeleverd en we verwarmen hem hier ter plekke. Maar dus bij al die vrijheidsmaaltijden in Nederland wordt deze soep gegeten. En het recept van de soep voor mensen die het zelf willen maken is te vinden op de site van 4en5mei.nl. De opzet van deze maaltijd is de ontmoeting. En die ontmoeting is belangrijk, want als je elkaar kent, dan als je elkaar een beetje goed kent of leert kennen, dan weet je in ieder geval dat er geen conflicten zijn. En daarom is deze maaltijd ook ooit ontstaan. Als blijk van, ja, hoe geven wij vrijheid vorm? Hoe voorkomen wij conflicten vanuit die vrijheidsmaaltijd? Het is de tweede keer dat we het in BVW doen. Heel fijn. En we hopen dat u een goede maaltijd heeft. Welke mensen doen eraan mee? Ja, dat is verschillend. Zijn vanuit in de hele gemeenschap hier om ons heen zijn uitnodigingen uitgegaan. En dus de mensen dachten van, oh, dat lijkt ons wel wat. Nou, dan konden ze zich opgeven en meedoen. Het is, het hoofdbestanddeel is soep. En ja, in heel Nederland op deze dag eten overal mensen de vrijheidssoep. Oh, dat is leuk. Dat is echt heel leuk. Overal dezelfde soep. Ja, dat en, geeft een soort verbondenheid, hè? Ja, precies, dat. Ja. En dat hebben we natuurlijk best wel heel hard nodig in deze tijd. Ja. Mevrouw, kunt u dit initiatief waarderen? Ja, kan ik heel erg waarderen. Ik vind het ook heel bijzonder dat het georganiseerd wordt. Ik kan me niet begrijpen hoe dat allemaal voor elkaar gebracht wordt. Maar waar komt de soep vandaan, hebben ze hier al gevraagd. En we vinden het ook heel leuk, die kaartjes met die vragen erop. Daar hebben we al over gesproken met elkaar. Met een lach en niet geen traan. En hoe... Bent u te weten gekomen dat dit georganiseerd wordt? Nou, ik ben lid van deze kerk en we hebben ook een zondagsbrief altijd en daar stond het iedere keer al in. You came from Oekraïne? Yes, yes. To Holland? Yes, yes. And you stay a little while in this church? Yes, yes. And where you live now? In Beverwijk, they was give for us a social house, so we live in house. And do you like Holland? Holland? Yes, it's nice. Of course, Holland give for us help, so we cannot say it's not good. Yeah. People here also yeah. good. Yeah. Also. Yeah. Jij gaat hier naar school. Ja. Yeah. Welke school is dat? Skills. WMBO. Kennemer College. Oh, yes. I know, I know. And do you like the school? Yes. Okay. Do you have friends here? Yeah. Waarom bent u hier? Nou, ik voel me om hier te komen. Ik kreeg een oproep om hier te komen, dus het is leuk om hier te zijn. Bent u lid van deze kerk? Nee, maar ik ben van de buurthuis Pinnissenhof. Zo had ik die uitnodiging gekregen om hier te komen. Oké. Okay. Smakelijk eten. Dankjewel.